Op zaterdag 15 februari vond de officiële kiellegging bij het skifteam Sleewijk plaats. Dit is vergelijkbaar met het leggen van de eerste steen. De belangstelling was groot. Vooraf werd de feesttaart aangesneden door burgemeester Egbert Lichtenberg. Dus bij deze gaat het mes erin. Succes! Ik heb hem nog niet getest, maar hij is heerlijk. Ja, ja. Hij is goed geslaagd. De initiatiefnemers hielden een korte toespraak en lichten een en ander nader toe. Samen met Marcel van Maastricht hebben we het initiatief hier genomen om te starten met de bouw van een skif in het kader van de Altena Regatta. Maar als je dan eenmaal een schip hebt, moet je ook nog een naam gaan bedenken voor de skif. Nou, ik geef graag Marcel het woord om daar iets meer over te vertellen. We proberen de basisscholen erbij te betrekken. Die gaan aan de slag met het verzinnen van een naam, de kleuren van de boot. Iedereen is natuurlijk vrij om erover mee te denken. De burgemeester, wethouder Peter van der Ven en Huub van Beuzekom van de Rabobank waren als hoofdsponsors van de regatta uitgenodigd om de kiellegging te verrichten. Maar eerst moest er volgens zeemansgebruik symbolisch een munt in de kiel worden gelegd. Op die munt staat het wapen van Sleewijk. En op de andere kant van de munt staat kiellegging met de datum 15 februari, dus vandaag. Een dermate belangrijk moment en fijn dat de burgemeester moeite neemt om die mooie munt daarin te leggen. Ja. Het is mijn eer als toekomstige inwoner van deze plaats het te mogen doen. Als het goed is past die precies, ja. Nou, heel mooi. Dat is de basis. Na het plaatsen van de munt wordt de kiel overgebracht naar de werkruimte, waar hij op de spanten van de boot wordt geplaatst. De officiële kiellegging. Met deze handeling is de officiële ceremonie voltooid. Tijd voor een Schotse versnapering. Hartstikke mooi. Hoera! Als toekomstig dorpsgenoten wil je natuurlijk bij zo'n bouw van zo'n skif wil je aanwezig zijn. Want dat wordt straks ook de skif die dan namens mij in de Altena Regatta gaat varen. En ik hoop dat ze dat heel goed gaan doen. Ja. Nou, wat heel erg mooi is, en daarom steunt de gemeente dit project ook in de Rabobank, dat het zorgt voor een stuk saamhorigheid en community building in elke kern. Alle kernen zijn zo'n beetje bezig dit soort boten te gaan bouwen. Nou, je ziet hoeveel opkomst er al is bij alleen de kiellegging. Dus dat doet mij deugd dat mensen er zo omheen staan als gemeenschap. En dat is ook de bedoeling, dat elke kern zijn eigen boot bouwt en straks met alle kernen ook in een leuk evenement tegen elkaar gaan varen. Het is heel leuk geweest, we hebben een hoop mensen over de vloer. Hele enthousiaste reacties, ja, ontzettend leuk. Ik denk dat we hierdoor, dat er meerdere mensen boten gaan bouwen, heb ik het idee. We hebben een hele mooie opkomst gehad en eigenlijk boven verwachting. Vooral dat de burgemeester, wethouder en de Rabobank als hoofdsponsors hier zijn. Maar ook alle andere sponsoren, die maken dit mogelijk. Dus ja, de vaart zit er goed in en daar gaan we graag mee door. Dus erg geslaagd, hartstikke mooi.